All alone in a danger zone. Are you ready to take my hand? Vroeger toen ik klein was, werd er echt met het hele gezin uitgebreid gekeken naar het Eurovisie Songfestival. Maar ik heb een beetje de indruk dat dat aan het verwateren is en dat niemand er nog echt mee bezig is, dat er eigenlijk geen fans meer zijn. Dus ik ben hier op de Meir en ik ga aan iedereen vragen wat ze nu eigenlijk echt vinden van het Eurovisie Songfestival. Zijn ze nog wel fan? Ben je aan het bellen naar uw vrienden om af te spreken om vanavond naar Eurosong te kijken? Nee. Weet jullie wie de Belgische inzending is van dit jaar? Als hij geen Engels kan, dat weet ik wel. Blanche. Jullie gaan dan niet kijken vanavond naar haar prestatie? Misschien wel. Maar zo alleen haar dan. Ja. Ik denk dat veel mensen dat kijken om een beetje belachelijk te maken. En een beetje mee te lachen. Maar ik vind het wel tof dat iedereen zo is. Samen komt er naar te kijken. Dat vind ik wel tof. Een beetje gemeenschappelijk goed. Ja, ja. Eurovisie Songfestival? Ja. Geen fans? Ik ben gewoon geen fan van het gebeuren. Ik vind dat wel een beetje belachelijk. Wie zou er voor jullie naar het Eurovisie Songfestival moeten gaan op dat België zou winnen? Ah, Justin Bieber, hè? Of mag dat niet? Nee, dat moet iemand zijn uit België. Ik denk dat ik ze gevonden heb. De enige echte twee fans van het Eurovisie Songfestival? Boah, dat denk ik niet. Ik heb echt het idee dat niemand fan is van het Eurovisie Songfestival. Maar niemand, hè? Echt niemand! Nee, echt niet. Nee, niet echt. Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, ook totaal niet. Sorry. Geen fan. Nee. Ik ook niet, nee. Nee, sorry. Kijk ik niet naar. Nee. Ja, ik denk dat we dus kunnen besluiten dat er wel degelijk fans zijn voor het Eurovisie Songfestival, maar dat die allemaal thuis zitten om alle nummers in te studeren om vanavond goed te kunnen meezingen. Er zijn dus wel fans, maar niet hier op de Meir in Antwerpen.